Wanneer de naam van de man hier naast mij ter sprake viel in het verleden, zowel bij zijn ex-clubs als bij clubs waar dat hem kennen als persoon, ja, werden er eigenlijk altijd alleen maar lovende woorden uitgesproken. Nu heeft hij de stap naar Betekom gemaakt en ja, is het ook tijd om die lovende woorden om te zetten in ambitieuze partijen en goede resultaten. Ik vraag mij af, Matthias Vrebels, hoe is de start hier bij Betekom geweest voor u? Competitiestart of gewoon heel competitiestart? Goh, we hebben nu 5 wedstrijden gespeeld en eigenlijk zijn die 5 wedstrijden vrij goed verlopen. Qua punten verdienen we volgens mij iets meer. De eerste wedstrijd tegen Nijlen was een heel open wedstrijd, waarin dat, ik denk Nijlen uiteindelijk misschien terecht gewonnen heeft, zeker op basis van het laatste half uur. Maar daar zat misschien ook meer in. We hebben daar zeker goed mee gedaan. Een punt had gekund, maar oké, dat was nu niet zo. Maar nadien hebben we tegen Exel gespeeld, 7-0 gewonnen. Dus dat was wel een grote overwinning, wel tegen een iets zwakkere ploeg. En dan in Sint-Leenaerts hebben we van een 3-1 achterstand op een half uur, het laatste half uur, dat omgezet in een 4-3 winst. Dus dat was wel heel motiverend. En dan hier thuis hebben we tegen, even nadenken, Zwarte Leeuw gespeeld. Ook een, altijd wel een goede middenmotor. En hebben we eigenlijk misschien onze beste wedstrijd van het seizoen gespeeld. Wedstrijd gedomineerd. Maar hebben we onze kansen totaal niet afgemaakt. Misschien in de 85e minuut een penalty. Dus dat in acht genomen hebben we 4 heel goede wedstrijden gespeeld. En verdienen we misschien net iets meer dan dat we nu hebben. En de laatste wedstrijd was totale off-day. Wietgordessen is op papier een mindere tegenstever als wij. Als we in een goede dag zitten, moeten we daar normaal gezien altijd tegen winnen. En dat hebben we totaal laten afweten. En daar was ik wel een beetje ontgoocheld in. Dus we hadden wel een aantal puntjes meer kunnen hebben. Maar oké, 7 op 15 is niet verkeerd, denk ik. Ja, je bent een nieuwe trainer, nieuw spelsysteem, zoals in het begin van het seizoen ook aangehaald. Dus ik veronderstel, we zijn nog altijd maar begin oktober, dat daar ook nog heel veel marge in die groep zit om dat te fine-tunen. Er zit op verschillende facetten nog veel marge in de groep. In het spelsysteem, maar ook in hun eigen ontwikkeling. We hebben een jonge groep en je merkt bijvoorbeeld in de vorige wedstrijd dat we daar die jeugdigheid misschien te veel hadden en mits een paar meer ervaren spelers hadden dat misschien kunnen omzetten in een iets meer dominantie in plaats van onderliggen. Maar bon, dat pakken we erbij, maar er ligt heel veel progressiemarge. En als we dan kijken naar het systeem, is dat ook zo. Je ziet hier en daar nog altijd kleine foutjes, maar die worden minder en minder. En ik heb het gevoel dat iedereen mee is in hetgeen dat we hier aan het doen zijn. En dat is heel positief, dus het komt wel goed. Dus Betekom mikt ook nog hoger dan de 7e plaats waar ze momenteel op staan? Betekom is heel realistisch. We moeten bij die laatste 4 wegblijven. En zij mikken niet hoger in die zin van ze willen opgaan, maar ze willen gewoon zo hoog mogelijk eindigen. En dat wil als coach en als groep ook. En ja, alles zal afhangen van hoe dat we blijven evolueren, maar ook van blessures van spelers. Want de spoeling wordt zeker deze week redelijk dun. Hoe gaan we dat opvangen? Hoe gaan die gasten die een kans gaan krijgen zich integreren in de ploeg? Dat valt ook af te wachten. Dus het is nieuw en ik denk niet dat we ons zorgen moeten maken, maar we moeten wel realistisch blijven en vooral heel hard blijven werken. De spoeling wordt dun, dus je kampt met schorsingen, kwetsures? Kwetsures vooral. Vorige wedstrijd is onze spits Andy Nsumbu uitgevallen. Dus die is heel twijfelachtig voor het weekend. Bart van den Broek sukkelt al 2 weken met zijn enkel. Toch ook een vaste waarde. Joren Rijmenams heeft deze week wat een aangepast programma gekregen, want die sukkelt met zijn lies. Efraim, onze andere spits, die heeft ook last van zijn heup. Gemerkt, we hebben een goede voorbereiding gehad. We hebben nu, de spelers die nu gespeeld hebben bijna alles ook gespeeld. En je merkt dat daar misschien een klein beetje vermoeidheid in komt al. Maar ja, anderen zullen hun kans krijgen en zij moeten het maar opvangen. Daarom zijn we ook internationaal en hebben we ook die kern om dat te doen. Dus het moet wel lukken. Welke spelers zijn tot nu toe serieus in de smaak gevallen bij de trainer? Of hebben echt al opgepikt wat je bijgebracht hebt? Moet ik even over nadenken. Ik vind dat we de wedstrijden waarin dat we ons ding gedaan hebben, waarin dat we goed gespeeld hebben, onze spitsen een hele goede indruk gelaten. En je merkt, bij tegenstrevers zeggen ook van, de spitsen daar hebben we toch wel werk mee. Ze zorgen voor heel veel diepgang en ze gaan echt mee in hetgeen dat ik wil doen. Maar ik kan eigenlijk van al onze spelers over niemand klagen. Ik vind dat iedereen heel veel
moeite doet om op te nemen wat ik vraag. Bijvoorbeeld, ik kan nog een ander voorbeeld geven. Gian Verschoren is een van de jongsten van de kern. Maar ja, heeft ook alles al gespeeld. Pakt heel goed op, heel gedreven. Heeft ook vorige week een mindere wedstrijd gespeeld. Maar iedereen heeft dat recht om een mindere wedstrijd te spelen. En ik verwacht onder andere ook van hem daar een reactie in. En als voor de rest, de spelers die hier waren, de gevestigde waren, die doen hun ding. We hebben niet de mannen die over heel het veld het verschil maken. We hebben wel een heel homogene, goede groep. En iedereen heeft zijn kwaliteit en die proberen we uit te spelen. Dus. Ja, nu de volgende opdracht tegen de promovendus, Seppere Brustum. Wat verwacht je daarvan? Ja, ik heb ze nu zien spelen. Ik moet zeggen, het is wel een ervaren ploeg. Ze proberen ook heel goed te voetballen. Ze staan daar volgens mij ook terecht. Ik denk dat ze 10 op 15 hebben. Toch mee bovenaan mee te draaien. Zij zijn ook nog in een enthousiasme waarschijnlijk van hun kampioenjaar vorig jaar. Dus misschien is het iets aan ons om daar iets te gaan doen. Wij moeten een antwoord geven op de vorige wedstrijd. We moeten iets rechtzetten. Maar ik denk wel dat het een goede wedstrijd gaat worden. Ja. Durf je daar dan ook nog een pronostiek aan toevoegen? Ik zal met veel respect en voorzichtig zeggen een gelijkspel 1-1. Geleerd van de trainer in Oegaarde dan? Ja, wel, ik zag zijn interview en ik dacht in zijn plaats, als ik u was, ik zou 1-1 zeggen. Dus ik ga nu hetzelfde doen. Okay, we zullen zien of dat die pronostiek dan uitkomt van het weekend. Alvast heel erg veel succes, Matthias. En ja, tot binnenkort. Oké, dankjewel.